Zo, hallo allemaal. Ronald de Groot en Lars Daniels hier van Perswijn. We hebben een hele mooie proeverij met allerlei Toscaanse wijnen gedaan. Dat is een groot thema. Er is veel ingestuurd. En er zijn ook veel mooie prijzige wijnen ingestuurd. Wat ik vind is dat, was laatst ook bij de Anteprima, ze steeds beter met die Sangiovese de mooie wijnen kunnen maken. En dat zijn de wijnen die je eruit hebt gehaald uit de panelproeverij, om even naar voren te halen. Dat zijn gewoon drie verschillende manieren van Sangiovese maken in drie verschillende wijngebieden in een heel mooi jaar. Hè? Vooral de bepaalde tegenstellingen waren heel duidelijk. Ik heb een Chianti Classico Grand Selezione eruit gehaald. Dan gaat de telefoon. Wie neemt hem op? Ja, hij wordt opgenomen. Ach, gelukkig. Dus de topcategorie van Chianti Classico. Hè? En dan Vino Nobile di Montepulciano. En dan een topcuvé van een topbedrijf. En dan nog Brunello di Montalcino. Casa di Raia, ook een prachtige producent. En alle drie uit 2016. En dat staat te boek als een zeer goed jaar. Ja. De verschillen waren echt ontzettend leuk. Rocca di Montegrossi is echt van een van de betere, mooiste wijnbedrijven van Chianti. En Gran Selezione, ik was een beetje sceptisch in het begin toen die categorie werd ingevoerd. Ja. Van weer een extra soort appellation, een extra aanduiding. Wat consument gaat hij dat begrijpen? Maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft succes, het werkt. Ja. En wat je ook ziet is dat de goede producenten die selecteren, zoals in dit geval ook bij Rocca di Montegrossi, die selecteren één wijngaard. Daar maken ze een heel bijzondere wijn van. Ja. Puur Sangiovese, want het is niet meer Merlot of Cabernet erbij. En dan krijg je toch prachtige wijnen. En de wijnen zijn natuurlijk iets rijper geworden tegenwoordig. Het is niet meer zo schraal. En dan heb je wel echt bijzondere Sangiovese wijnen. Ik denk dat aanvankelijk de scepsis ook een beetje kwam. En men hoopte natuurlijk meer een soort Bourgondische klassificatie. Dat het meer richting terroir zou gaan. En dan die naam Grand Selezione suggereert natuurlijk dat het een selectie van een selectie wordt. Ja. Een soort icoonwijn, het beste vat met de meeste concentratie. Maar dat doen de meesten volgens mij niet, hè? Nou, de mensen die het echt serieus nemen, zoals dit bedrijf, Rocca di Montegrossi, die maakt het van één wijngaard en dan daar een hele goede wijn van. Er zijn natuurlijk altijd grote bedrijven die dat aan de laars lappen en die toch een soort selectie maken van meer wijngaarden of meer flessen. Maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van Gran Selezione. Nee. Het moet echt een topwijn zijn van met een duidelijke signatuur. Ja. Dat is wel de bedoeling. En in dit geval klopt het ook. Ja, dit komt van Ecke Maurik en dit zit in categorie 10, dus boven de €50. Maar dit is echt... Ja, het is een van de allerbeste Chianti's, denk ik. Ja, het is prachtige wijn, dat is altijd zo. Dan naar Vino Nobile di Montepulciano, dus wat meer landinwaarts en iets meer naar het zuiden. Van Boscarelli, Costa Grande heet deze wijn. Het was ontzettend treffend, het verschil tussen... Ja, Vino Nobile heeft het imago dat het ietsje minder geraffineerd is of iets minder elegant, iets hoekiger misschien. Die kleiterwaars die geven wat minder verfijnde wijnen. En dat kwam ook echt wel uit, hoor. Maar het is wel zo dat Boscarelli, als je in de streek komt, is wel echt een van de allerbeste producenten. En die weten toch met die Sangiovese, hoewel het dan inderdaad niet onterecht wat boerser, wat minder verfijnde indruk maakt. Ja. Door de kracht van de wijn en door de manier van wijn maken, blijft het wel een hele mooie wijn. En ze staan echt onbekend dat ze prachtige wijnen maken. En, het is zelfs een grote Italiaanse wijn, denk ik. Het is echt, als je het geld ervoor over hebt en je wil wat bijzonders drinken, dan moet je een keer zoiets kopen. Dat is echt waanzinnig bevredigend. Nee, het is altijd top. Als je bij de Anteprima proeverij bent, Boscarelli, dat springt. Ik ben er ook geweest en dat springt er echt uit. Maar goed, dit wordt verkocht door Siletti. En zit ook boven de €50. Ja, tenslotte een wijn geïmporteerd en verkocht door André Kerstens, ook in categorie 10. En dit was echt wel de zaaltopper van de proeverij. Brunello di Montalcino 2016 van Casa Raia. Er wordt nu wel gezegd dat dus de Chiantis met hun Sangiovese wat verfijnder zijn. Ja. En dat in Brunello wat warmer is. Ja. Maar als het goed gemaakt is, is Brunello toch wel heel aantrekkelijk en heel verleidelijk. Ja, en die gulheid die erin zit in die wijnen. En dan toch genoeg zuren en natuurlijk mooie tannine. Ja, ze worden altijd, en dat vind ik zelf heel, heel prettig. Ze worden heel droog gemaakt. Hè? Dus dat is ook heel goed natuurlijk. Ja, er zit geen plakkerig zoet of zo in die wijnen meestal. Nee, gelukkig niet. Want en dat maakt ze aan tafel natuurlijk ook veel beter.
te veel Italiaanse wijnen hebben plakkerig zoet eigenlijk. Hè? Ja, maar vooral de wijnen die flink geëxporteerd worden volgens mij naar de noordelijke landen. Ja, nou, dit Brunello verkoopt ook wel redelijk goed. Maar van de Verenigde Staten en Zwitserland natuurlijk. Maar, ja, absoluut. Maar het is natuurlijk in dit geval wel terecht een topwijn. Het blijft als wijngebied voor Sangiovese. En gelukkig hebben ze daar ook besloten om echt alleen maar Sangiovese toe te staan. Ondanks de druk van sommige producenten om... Ja. Druif als Syrah te mogen gebruiken, is de druk is weerstaan. En dit is puur Sangiovese, maar dan op een mooie manier. Rijk en krachtig en pure verleiding. Dus, dus de drie klassieke gebieden, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano en Brunello di Montalcino. Drie absolute topwijnen uit een heel, heel goed jaar. Mooi. 2016. Geniet ervan. Geniet ervan.